Lisbeth Imbo, mijn zeer gewaardeerde radiocollega en ook onze mediamadam van deze week. Je gaat stoppen met de ochtend, waarom? Ja, god, ik heb het nu 5 jaar gedaan. En ik vind dat eigenlijk een heel mooi verhaal. We zijn begonnen met een grote uitdaging. Hè. Wij volgden voor de dag op. Iedereen dacht, oei, oei, wat gaan die daar nu doen? En ik denk dat we op 5 jaar tijd een mooi verhaal geschreven hebben. Het komt nu zelfs al op televisie. Dus ik denk... tijd voor iets anders. Ja, tijd om naar dit lichaam terug te luisteren. En, ja, want het is vroeg opstaan. Vergeet het is heel veel vroeg mensen, opstaan. Ja, en ik ben een avondmens. En men zegt wel dat wendt, maar... Bent absoluut niet. Ik ga je iets speciaals doen de laatste week? Ja, we gaan toch proberen ons bijzonder goed te amuseren. En Karel de Gucht, die hier ook al was, we doen een special de donderdag, een uur lang. Bart de Wever, Karel de Gucht, over waar het nu zou moeten overgaan. Ja. En nog heel kort, je gaat ook iets doen met Tindemans, hè? Ja, wat inderdaad. Is iets doen met Tindemans? Het is eigenlijk echt de bedoeling, want ik las in de krant een documentaire en zo, dat klinkt zo historisch-achtig. Het is echt wel de 36-jarige die met de 90-jarige gaat praten over zijn partij, het leven, het land. Een andere kijk. Via de generaties. Absoluut. Maar je bent hier als mediavrouw natuurlijk. Ja. Wat is het eerste wat je nog eens wil zien? Wel, ik heb iets gekozen uit een reportage van Ter Zake die gemaakt werd toen bekend werd dat Vedra Hoste op de lijst van Open VLD in Antwerpen ging staan. Een beetje vreemd toch dat Vedra Hoste zelf dan wel niet in die reportage wou zitten of in de studio. Ja, de reportage van Jan de Meulemeester. Jan de Meulemeester, waarin onder meer Rick Tors ook zijn licht laat schijnen. We gaan eens kijken. Ja. De exit van BV's op de lijsten, hoor ik daar. Nu goed, echte exit, Karen Heremans, Baleman, dat zijn ook eigenlijk BV's. Hè? Nee, dat is waar, maar ik denk dat we heel verrast waren toch met Vedra Hoste, omdat je eigenlijk inderdaad Annemie Turteboom erin slaagde om de perceptie van Antwerpse Open VLD echt te keren, met daar twee nieuwe figuren te zetten. Heel inhoudelijk ook. Heel inhoudelijk. Hè? En dan komt dan Vedra Hoste, 1 of 2 dagen later. En je voelt dan ook, ja, staan ze daar nu achter of niet? Want ja, ze willen ze dan wel niet echt uitspelen in de studio. Op de lijst, ja, dus ik vond het een hele rare demarche. En ik vond het heel mooi, dit fragment, omdat het toch wel een zeer eerlijke Rick Torfs ook was. En Rick Torfs is doorgaans heel ironisch, maar ik denk dat hij heel oprecht was. Het is inderdaad voor hem geen makkelijke weg geweest in die politiek. Ik denk ook niet evident als je als buitenbeentje in een partij komt die ja, zoveel jaren al stand houdt en al die standen daarin heeft. Dus ik vond het heel eerlijk en heel mooi. Eerlijk, ja. Wat er meestal is wel. Ja, goed. Een tweede fragment, Lisbeth. Ja, dat heb ik niet omwille zozeer van het fragment op zich gekozen, maar omwille van de man die je daarin gaat zien, namelijk Marcel van Tilt. Ik heb weinig helden, weinig mensen waarvan ik denk van ja, ja, dat vind ik echt supergoed. Maar Marcel van Tilt is zo iemand. Ga eens zien. Dank je. Goed, Lelikes mocht er haar nieuwe magazine voorstellen. Ja. Hè. Maar het is vooral voor Marcel van Tilt. Ja, omdat Marcel doet iets wat ik bijzonder bewonder, namelijk hij is heel open en het is een programma waar iedereen kan naar kijken. Maar toch is hij ook heel kritisch. Dus hij combineert de twee. Hij zegt ook tegenaan van ja, maar low profile, ja, er liggen 90.000 en het is glossy. En daar hou ik wel van. Hij is heel scherp, terwijl hij daar wel altijd mee weggeraakt. Zonder af te stoten, maar hij blijft ook menselijk. Hè? Ja. Hij gaat niet en hij is mensen heel aanvallen. Spontaan. Je ziet dat, dat is niet echt helemaal uitgeschreven en de mopjes zijn niet allemaal uitgeschreven. Ja. Een voorbeeld voor ons allen. Ja, ik denk dat die combinatie echt goed werkt. Ja, het is uniek. Hè? Goed, een derde fragment, dat is een Amerikaanse tv-serie die eraan komt. De Newsroom vanavond in Amerika. Zeg eens even kort waarover het gaat. Ja, het is een televisiereeks, dus van de schrijver ook van de West Wing, over een soort Jay Leno-achtige host die opeens zijn gedacht zegt en heel Amerika over zich heen krijgt. En het network dat natuurlijk angst heeft van ja, maar het is een populaire show. We zitten nu opeens met een anker dat opeens zijn gedacht heeft. Je moet opinierend zijn, maar toch niet te veel. Zo, hè? Ja, en dat is die moeilijke oefening waar wij ook wel vaak, denk ik, mee zitten. Hè. Ik kan wel nog eens jouw gedacht zeggen als het gaat over Syrië of kinderarmoede. Maar voor de rest wordt er toch wel gevraagd dat je dat toch ergens... Heb je daar moeite mee gehad? Ja, ik ben toch soms wel jaloers op krantenjournalisten die dan zo'n commentaarstuk kunnen schrijven. Ja. En toch daarnaast ook perfect hun interviews kunnen doen. Dus, op een ware omroep ligt het heel gevoelig. Lig je een beetje meer op die grens. Maar ik denk dat je soms gewoon door de keuze en door de woorden misschien af en toe wel iets kunt meegeven. Wij zoeken de achterpoortjes om het toch mee te geven. Lisbeth, ik wens je heel veel succes met wat er ook komt. Ja, en dank je wel voor vandaag. Dank je, Indra.